Hey, dit wordt een energiereading voor het collectief. Laat los als het niet past. Ik ga kijken bij beide energieën, man, vrouw. Vice versa, je weet het nu wel, inmiddels mensen die wat langer kijken. pak voor de energie die voor jou goed voelt. In ieder geval, iedereen bedankt natuurlijk voor de lieve berichtjes, de likes en abonnees. Ben je nog niet geabonneerd? Het is kosteloos. Druk op de rode abonneerknop. Ook ben ik weer bezig met een actie. Je kan een basisreading winnen. Wat mag je gaan doen, mocht je mee willen doen? Abonneer, dus druk op de rode abonneerknop. Like, deel. En onder in de comments wat je maar wilt. Ja, toi, toi, toi. We gaan eens kijken. Ik ga als allereerst mijn eigen deck gebruiken. Vanuit daar ga ik verder kijken wat ik mag ontvangen. En we gaan eens kijken. Wat mag ik ontvangen? Loneliness. Ja. Message heb ik hier onderop. Dit kan van spirit zijn, maar dit kan ook heel goed van ja, obsessed. Oké. En respond. Oké. En onderop heb ik hier strength of inner strength. Ik ga het nog even spieken hoor. Oké. Ik ga eens even allemaal pakken. Het zijn er best wel veel. Ja. Als allereerst kwam eruit loneliness. Dus iemand voelt zich niet prettig. Wat ik altijd met dit deck zeg. Dit kunnen boodschappen van jou zijn naar je persoon, of vice versa of van spirit. Dus voel voor jou wat voor jou goed voelt. Ja, dan had ik hier natuurlijk die message, dus een bericht. En dan heb ik hier respond. Dus ja, als er een bericht komt, dan kan het zijn dat iemand gaat reageren daarop. iemand twijfelt nog, hoe zit het, waar gaat het heen? Twijfel. Iemand is verdrietig. Het kan zijn dat jij deze energie bent. Maar je weet, of iemand weet niet goed waar hij of zij staat. En dan heb ik hier nog obsessed. Dus iemand is geobsedeerd door deze connectie. Dit kan jij zijn, kan je persoon zijn, of misschien jullie beiden. Maar dat er veel obsessie is naar ja, bij elkaar of... Dat is wel duidelijk. En ja, vertrouwen. Dus heb ook vertrouwen, hè. Dit is natuurlijk een proces voor sommigen. En voel voor jou wat goed is. Dus vertrouw ook op dit hele proces. En dan heb ik hier nog zelfliefde. Ja. Iemand mag bezig gaan met zelfliefde. Iemand voelt zich niet fijn. Het kan zijn dat iemand zich af heeft gesloten. Maar ja, keepsake. Dus wat ik hier zie is signs en keepsake. Dus iemand heeft iets. Of jij dit nu bent, of de persoon waar je aan denkt. Maar in ieder geval kan het zijn dat iemand herinneringen heeft. En je mag ook op tekens gaan letten, want er komen bepaalde tekens op je pad. Grappig, twee veren, dus misschien heb je veren gezien, maar er, iemand heeft iets van iemand waar iemand aan terugdenkt als diegene daar naar kijkt. Oké, en dan heb ik hier nog sexual union. Iemand fantaseert erover, ik zie dat iemand heel geobsedeerd is, dus misschien droom jij ervan, of misschien is dit je persoon die daaraan denkt. In ieder geval veel passie dus weer. Oké. We gaan eens kijken. Wat mag ik nog meer ontvangen? ik ga eerst de spirit vragen wat ik mag ontvangen. Hoe is de energie tussen jullie? Oké. Ik heb hier de koningin van zwaarden, luchtenergie. Ik ga even geen sterrenbeelden doen, je weet vanzelf al wat lucht is. Ja, gereserveerd.
Iemand is niet tevreden met groei. Dit is natuurlijk een groeikaart, hè? Maar, en ik heb hier de Page van Cups. Dus er is nog wel liefde. Ja, Spirit zegt eigenlijk, iemand is heel erg gereserveerd. Is op het punt om knopen door te hakken. Ja, staat hier. En ik voel deze energie altijd, met de ridder weet in ieder geval, van... ik heb geoogst, of ik heb gezaaid, maar eigenlijk ben ik niet blij met het resultaat. Of ik wacht op resultaat. En dan zie ik hier deze dame, en dat is natuurlijk wel een dame die veel heeft meegemaakt. Dit is een dame die weet wat ze wil, weet wat ze waard is, denkt soms meer met verstand. En misschien ben je daar ingegroeid. Het is natuurlijk een vrouwelijke energie. Dus het kan heel goed zijn dat jij deze energie bent. Dat spirit zegt van ja... Er is iemand die zit hier en die wil antwoorden. De waarheid en anders niets. En daarbij knopen gaan doorhakken. En ik zie hier iemand niet tevreden zijn over bepaald resultaat. Maar ja, ik zie wel een liefdeskaart. Dus wat ik hier eigenlijk bij voel is dat iemand wacht op een soort van romantisch gebaar. Op ja, groei eigenlijk. Maar ja, daar zou wel iets het een en ander voor moeten gebeuren. Oké. Wat is de aas van cups onderop? Ik ga kijken waar jouw persoon op dit moment staat. Wat is de energie? Wie mag ik oppikken? Wat voor energie mag ik oppikken? Oeps. De koningin van Swaya, echt hoor. De koningin van zwaarden en de zeven van pentakels. Ja, verzin je het weer of niet? Het kan ook zijn dat jij deze energie... Dus pak echt wat je voelt. Nog één kaart graag. Als de ridder van cups eruit valt, dan word ik crazy. Maar ook op dezelfde manier. Wauw, hoe dan? Een kaart. De 9 van cups, de duivel. De 4 van pentakels. En de 9 van cups. En de 8 van staven. Oké, ik ga ze even terug, maar iets te veel. Ik wil één kaart graag. De 9 van zwaarden. Ja, een persoon. Dus wat ik op dit moment voel, is ook wat gereserveerd. Het is natuurlijk een vrouwelijke energie. Maar omdat ik hij zeg, dus hij. Maar als jij dit bent, kan dat ook, hè? Let wel. Ja, niet tevreden over de situatie, wat ik eigenlijk net al zei. Gereserveerd zijn, ook hier zitten. Wat Spirit eigenlijk al vertelde, alleen... Je persoon is aan het overdenken. Kan niet slapen. Zit in zijn hoofd. Is wel bezig met materie waarschijnlijk. Maar ja, ligt hier een dame. Ja, de koningin van zwaarden, gereserveerd. Ze zit hier op haar troon en ze is niet helemaal blij. Ze heeft wel hier haar zwaard naar beneden. Dus... maar ze kijkt niet blij. Dus ze kijkt eigenlijk naar iets. Of er is iets. Ze is heel wijs. En ze weet echt wel waar ze mee bezig is. Dus Amalete is heel goed. Doordenkt dingen. En de 7 van cups. Maar ik ga zo meteen een verklaring vragen. Oké. De 4 van pentakels nog steeds. Oké. Dus die persoon op dit moment is bezig met groei. En het kan zijn dat hij jou wil vergeten, maar ik heb het gevoel dat hij dat niet kan. Dus in de nacht is hij aan het overmalen, domdenken, kan niet slapen, is niet blij met deze situatie. Oké. Mag ik van jou weten? Sta jij? De aas van staven, oké. Inspiratie, passie. Ja, de koningin van staven. Veel passie. Oké. Koning van zwaarden en de 4 van pentakels. Oké.
Wat ik hierbij voel is dat je eigenlijk een nieuw avontuur bent gestart. En dat hoeft niet meteen op seksueel gebied, maar je voelt je eigenlijk wel oké. Alleen je houdt je hart op slot, je bent gereserveerd, je laat niet de achterste van je tong zien. Je bent gesloten, je bent ook misschien bezig met materie iets op te bouwen. Maar ik zie die staaf wijst eigenlijk naar zijn kant. Dus het lijkt wel, heb je nog wel veel passie voor die persoon, maar ben je eigenlijk ook goed met jezelf? Ik zie hier weer die prachtige zonnebloem. Ik voel wel dat je een beetje gesloten had. Dus in je innerlijke wereld zou je dit heel graag willen. Of ben je bezig met een nieuw plan, een nieuw avontuur, een passie. In ieder geval iets creatiefs misschien voor jezelf aan het doen. En je bent heel wijs. Dus je bent een koningin, hè? En hier ligt natuurlijk de koningin van zwaarden. Maar je bent op zoek naar iets wat je vervult. Iets wat je kracht geeft. Iets wat je motiveert. Iets waar je inspiratie van krijgt. Maar dan zie ik dus de vier van Pentakels. Dus je bent eigenlijk bezig met jezelf. En ik heb wel het gevoel dat je hem nog in je gedachten hebt. Of in je hart. Maar verder eigenlijk niet veel emoties vrijlaat naar hem. Ja, ook de zeven van Pentakels. Maar je bent ook niet echt tevreden hoe het gaat. Grappig, drie keer de zeven. Ik ga eens vragen wat ik mag weten over waarom ligt die koningin van staven bij, of zwaarden, bij spirit, wat is dat? De koning van cups, oké. Ja, er is nog wel veel liefde, maar iemand houdt dat vast. En de koningin van cups, ja, kijk dan. De koning en de koningin. Dus er is bij jullie nog veel emotie gaande, zegt de spirit. Alleen wat ik voel is dat jullie beiden eigenlijk verstoppen achter een muurtje. Dus bij hem heb ik natuurlijk ook de koningin van zwaarden. Ook al is het een vrouwelijke, maar dat kan dus ook zijn dat hij zijn zwaard omhoog heeft. En ook eigenlijk veel heeft meegemaakt. En zoiets even, ja, ik zit hier en ik wil op zich wel groeien, maar ik weet niet zo goed hoe ik dat moet aanpakken. Dus hij verstopt zich ook achter zijn mentale. Ja, heeft zijn hart ook op slot wat dat betreft. Want de koningin van zwaarden is mentaal, hè. Maar daarop zie ik dus twee personen. De koningin en de koningin van cups. En die kijken elkaar aan. Dus er is veel emotie gaande, zegt de spirit. Alleen waarschijnlijk houden jullie beiden jullie zwaard. Of jij dan je staf. Maar wat ik wel voel is dat er diepgaand onder die koningin van zwaarden heel veel liefde schuilt bij jullie. Maar dat wordt niet besproken, heb ik het gevoel. Mag ik weten over die zeven van pentakels? Ja, de drie van zwaarden. Pijn. Dus er heerst bij jullie pijn. Er is iets gebeurd waarin jullie beide waarschijnlijk verdriet hebben. Iemand is gekwetst. Iemand heeft echt hartpijn. De twee van staven, ja, twee strijd. Dus iemand fantaseert, iemand. Jullie kunnen geen keuze maken, is eigenlijk wat ik zie. Terwijl jullie wel een visie hebben, maar er wordt wel een plannetje bedacht, zegt Spirit. Er is ook nog veel passie. Alleen, ja, hier heb ik natuurlijk twee staven en hier liggen twee staven. Dus, en hier natuurlijk door Spirit aangereikt. Maar er zou een stapje mogen worden gemaakt. Wat mag ik weten over die Knight of Cups? Ja, kijk. Kijk dan. En de Page van Cups hier. Ja, kijk, de negen van staven. De zwaarden. En die ligt natuurlijk bij de mannelijke energie. Dus, en hier heb ik de Aas van Cups. Spirit zegt, het kan heel goed zijn dat de mannelijke energie dit wil aanreiken. Eigenlijk weer een hand aanreiken, want dit is de Aas van Cups. Maar daar wakker over ligt. Weet niet goed hoe hij dat moet aanpakken, omdat er pijn is. Terwijl, ja, jullie hebben beide jullie een zwaard omhoog. Dus het kan ook zijn dat jij dit bent en dat hij deze. In ieder geval is er iets, jullie spiegelen elkaar. Dus jullie praten niet, maar jullie hebben onderliggend pijn. Jullie denken aan elkaar, maar er is weinig actie, is wat ik eigenlijk zie. Iemand is aan het overdenken. En ik heb het heel erg het gevoel dat hij dat die energie is. Dat hij niet goed weet dit aan te pakken. En ik zie hier twee kaarsen. Zie je dat? Dat is grappig. Dus ja, en een tweestrijd. Zo van ja, hoe moet ik dit aanpakken?
Ik hou ook mijn zwaard omhoog. Ik hou ook mijn gevoel vast. Ik toon mijn emoties niet. Maar onderliggend zie ik dus wel deze kaarten. Die spirit eigenlijk zegt van ja, zie het eigenlijk positief. Want het kan nog. Ja, een excuus. Zie dan. Oké, ja, de maan, onzekerheid. Dus iemand is heel erg onzeker. Er waren bepaalde geheimen, lijkt het wel. Oké. Wat is op dit moment de blokkade van de persoon? Wat is de blokkade van de mannelijke energie? Blokkade, de 7 van zwaarden. Niet eerlijk zijn naar gevoel. Er is veel passie, want hij rent hiervoor weg. Kijk dan. De aas van staven en de page of cups. Ja. Dus je ziet ook eigenlijk dat hij hier vandaan rent. Zie je dat? Hij rent weg van deze energie. Dus de blokkade is dat hij niet eerlijk is over gevoel. Niet eerlijk is, misschien betrayal of spelletjes speelt. Of gewoon niet goed, hij heeft heel veel bagage, dus hij sneakt weg. Hij is niet eerlijk. Terwijl aas van staven, een blokkade, dus passie, avontuur, een nieuw begin. En de page of cups, een liefdesaanbieding. Of in ieder geval een excuus, daar denkt hij wel over na. Maar hij rent er een soort van weg. 10 van cups. Oké, wat is jouw blokkade dan? Oh, kijk. Jij houdt hem in de gaten. Of er is iets. Je bent onderzoek aan het doen. Wat is jouw blokkade? Ja, kijk. Jullie liggen bij de wak. Kijk dan. Echt. Hoe dan? De 9 van... Alle drie de 9 van zwaarden liggen hier. Dus jullie zijn beide aan het overdenken. Jullie kunnen beide niet slapen. Jullie zitten elkaar gewoon in de weg, lijkt het wel. Of jezelf eigenlijk in de weg. Ja, ik lach erom, want het is niet grappig. Want de 9 van zwaarden is best wel een zware mentale kaart. Dus het kan heel goed zijn dat jij ook aan het overdenken bent. En dan heb ik hier de page van cups. Ja, echt zo. Of de knight. Hier lag ook de knight. Oké. En dan de koning van pentakels. Dus ego. Misschien zit jij ook in ego. Misschien durf jij ook niet een stapje te zetten. Of ben je bang dat je afgewezen wordt. Of ben je aan het doemdenken. Dus je bent aan het doemdenken over deze connectie. Van hoe gaat het? Ik wil wel iets aanbieden, maar ik weet niet hoe. Jullie hebben beide eigenlijk de passiekaart heb ik hier. En natuurlijk de 9 van zwaarden. Die hier bij Spirit ook ligt. Dan heb ik hier de Knight of Cups. Die hier bij Spirit al ligt. Dus er is veel gaande. En de Page of Cups die heb ik hier onderop. Die bij hem weer ligt. Dus ja. Jullie denken aan hetzelfde. Het lijkt wel of jullie heel erg met elkaar bezig zijn. Alleen in een negatieve... Met negatieve gedachten. Oké. Het lijkt wel of jij wel iets aan wil reiken of zo. Maar ben misschien bang dat hij het niet wil zien. Want deze koning van pentakels kijkt eigenlijk weg. Dus je bent bang dat hij zich nog steeds verstopt achter het muurtje. Of je bent zelf deze energie dus... Die dus trots is en dus je muur omhoog houdt. En dus dit wel wilt, maar eigenlijk je ook verstopt. Net als hier met de 4 van pentakels. Oké, wat, hoe ziet hij jou? Een Knight of Swords als iemand die in en uit zijn leven is. Iemand die... Ja, scherp van tong kan zijn, maar soms ook niet nadenkt. Ja, ik moet eerlijk zijn. Even kijken hoor.
De King of Cups, de 6 van zwaarden, de 2 van staven. Oké, de Days of Justice. Oké, karma. Hij denkt misschien dat jij karma in zijn leven brengt, of een balans, of in ieder geval iets waar dingen naar boven komen. En de Fool, ja, een nieuw pad, oké. Het lijkt wel of hij het zo ziet, hoe hij jou ziet, dat jij een soort van evenwicht in zijn leven brengt. Dus dat er, doordat jij in zijn leven bent gekomen, dat er een soort van iets uitgebalanceerd mocht worden. Of een bepaalde waarheden, of in ieder geval iets wat op nul werd gezet. Dus hij ziet heel erg dat jij... Dit is natuurlijk een kaart van spirit, hè? Dus hij voelt ook dat jij heel erg met dat soort dingen bezig bent. Dus hij voelt misschien dat jullie iets hebben uit te werken. Ga eens vragen, wat is dat? De Knight of Swords. Waarom de Knight of Swords? De 7 van zwaarden. De 4 van, ja, er is een soort van, dus hij ziet eigenlijk dat je in en uit zijn leven bent. Dus dan is er weer contact, dan is er weer stilstand, dan ga je weer door. Dus hij ziet eigenlijk dat jij doorgaat, dus dat er een stilstand is. Dus dat er eigenlijk geen communicatie is, ja, en dat je iets blokt misschien. Wat mag ik weten over die justice? Ja, de zon, kijk dan. Wauw, ja. Hij ziet wel, ja. Kijk dan, wauw. Zag je hoe die eruit vloog? Ja, Justice, hij ziet wel dat jij een soort van iets in zijn leven brengt. Waardoor hij eigenlijk mag gaan groeien. En hij ziet jou als heel onafhankelijk. Als, ja, de zonneschijn, de zon en de 9 van Pythagoras, heel onafhankelijk. Hij kijkt tegen je op. Je hebt alles goed voor elkaar. Je kan jezelf redden en als hij aan je denkt, dan wordt hij eigenlijk heel blij. Dan wordt hij eigenlijk weer een klein kindje. Zo van ja, en dan zie ik weer al die prachtige zonnebloemen. Dus hij haalt iets naar boven wat hij misschien niet is gewend. Maar hij vindt dat ook wel lastig. De Fool, wat mag ik daarvan weten? Dus ja, alles op nul. Iemand die zijn eigen gang gaat. Ja, ook een innerlijk kind eigenlijk. Maar wel iemand met veel bagage. Ja, balans. Dus ziet ook dat jij heel veel geeft. En de koning, ja, veel passie. Dus hij ziet ook dat jij aan het... je bent heel erg bezig met om jezelf neer te zetten. En ik heb hier natuurlijk de koning in van staven. Dus hij ziet heel erg dat jij... bezig bent om actie te ondernemen in je leven. Om, ja, misschien ook een masker draagt soms, hè? Maar hij ziet jou als heel aantrekkelijk, heel onafhankelijk, heel sterk, heel wijs en heel, ja, veel passie. Hij heeft veel passie voor je, samen met de zon hier ook natuurlijk. Maar hij ziet ook dat jij een soort van balans creëert, al hoe lastig het ook voor hem is, want er is een soort van stilstand, maar hij ziet wel dat jij voor jezelf kiest, dus dat jij ja, jezelf op de eerste plek zet, of in ieder geval jezelf goed verzorgt, dat jij een balans creëert voor jezelf en daarmee ook actie onderneemt voor jezelf, iets gaat neerzetten, iets wil gaan doen. Oké. Wat is, hoe zie jij hem? De 7 van cups, oké. Ja, iemand die geen keuzes kan maken. Meerdere opties, dus misschien weet je dat hij meerdere opties heeft. Je vindt hem heel wishy-washy, je weet niet waar je staat, hij is onzeker. Er speelt veel in zijn leven. Kijk dan, de koningin van pentakels. Maar wel ook iemand als heel verzorgd. Ik heb hier de koning en de koningin. Ja. Je hebt nog wel liefde voor hem. En de toren, ja, chaotische tijd. Dus ja.
kan twee dingen betekenen. Dat er veel chaoticiteit bij hem speelt, maar dat hij wel bezig is met materie, dat hij bezig is om iets op te bouwen, dat hij wel zorgt voor de mensen om zich heen, zeg maar. Dat vindt hij heel belangrijk. Dus je ziet wel dat het iemand is die familie heel belangrijk vindt, of vrienden, of in ieder geval voelt hij zich daar verantwoordelijk voor. Maar tevens zie ik ook weer de toren. Oké, en de lovers, oké. Oké. Mag ik weten over die toren? De Fool, kijk dan. Oké, ook de Fool. Dus je ziet waarschijnlijk bij hem dat er iets niet helemaal meer goed verloopt. Of dat er iets is waarbij er chaoticiteit is. Je ziet dat hij misschien niet happy is in de situatie. Maar hij probeert wel, zeg maar, zich daar doorheen te slaan door... Ja, voor zijn kroost te zorgen. En dat hoeft niet meteen kinderen, maar mensen om zich heen. Dus hij probeert een soort van moederrol op zich te nemen of zo. Ja, klinkt misschien heel raar, maar hij vindt mensen om zich heen heel belangrijk. En ook om daarvoor te zorgen. Maar je ziet tevens dat er ook chaoticiteit is. Dat er iets afgebroken moet worden om iets weer te worden opgebouwd. Daar heb ik hier de Fool. Dus dit kan twee dingen betekenen. Dat hij zich als een Fool gedraagt. Als een klein kind. Maar dat ziet hij ook eigenlijk bij jou. Dus jullie spiegelen elkaar daar weer in. Maar het kan ook zijn dat hij een nieuwe weg in mag gaan. Dat hij vrij van angsten mag zijn. En hetgeen mag gaan meenemen wat voor hem belangrijk is. En daarmee het innerlijke kind eigenlijk. Oké. Wat voor... Wat zou die graag willen? Wat is zijn angst? Wat tevens ook iets is wat hij graag zou willen. Wat is zijn angst als het komt met jullie? Wat is zijn angst? De Magier en de King of Pentacles. Kijk dan. Om iets neer te zetten. Omdat hij niet op materie misschien iets kan neerzetten. Dus hij wil heel graag iets zakelijks voor elkaar krijgen. Maar hij is bang dat hij dat niet kan creëren, lijkt het wel. Hij is bang dat hij niet de tools heeft om alles neer te zetten wat hij graag wil. Oké, daar is hij bang voor. Dat hoeft niet met deze connectie te zijn, maar dat kan ook in zijn privéleven zijn. Hij vindt in ieder geval materie belangrijk. Hoe vaak zeg ik dat wel niet? Dus hij is heel erg 3D bezig. Hij is bang dat hij dat niet kan behalen. Speak to me. Waar ben je bang voor? Oeps. De Knight of Cups. Wauw. Ja. Om iets aan te reiken. Hij is bang om je... hij is bang. Ja, dat heeft met ego te maken. Zijn ego zit in zijn weg, lijkt het wel. Hij is bang om afgewezen te worden. Want hij voelt zich misschien wel zo, maar zijn angst is ook dat die cup misschien niet wordt aangenomen. Het is grappig, want hier lag natuurlijk de Knight, hier ligt hij en dan ligt hij hier ook 3 keer. Dus hij is ook bang om afgewezen te worden. Dat zijn ego wordt gekrenkt eigenlijk, want hij is natuurlijk de magier, maar hij is en een baas. Dus hij is bang dat als hij een stapje doet, dat hij misschien wordt afgewezen. De waarheid spreken, oké. Waar ben jij bang voor? De 9 van staven, de maan, bepaalde geheime emoties en de 6 van zwaarden. Ja, je bent bang dat hij ook doorgaat. Je kijkt ook naar hem hier zo, als emotionele gewonde. Maar je bent bang dat hij blijft vastzitten en geen stap neemt. Dat die onzekerheid eigenlijk de overhand neemt. En dat hij daardoor eigenlijk weggaat.
dus zijn eigen koers gaat varen op weg naar misschien iets anders wat hem vervult, wat passie geeft. Dus je bent bang dat hij jou niet ziet of niet voelt. En daarmee dat er geheimen blijven of dat er iets is waarbij alles mysterieus blijft. En dat hij eigenlijk doorgaat. Ja, dat er stilstand blijft. Oké, wat zou hij willen als het gaat om jou? Wat zou hij willen als het gaat om jou? Conflict uit de weg gaan. Conflict oplossen. Met één kaart. Wat zou hij graag willen? Ja, dus hoe vaak heb ik deze wel niet? Wat wil hij? Dus is het bijna in elke reading dat ik de ster heb wat hij wil? Ik weet het niet. Volgens mij wel. De ster. Ja. Heling. Balans. Een wens. Krijg ik het wel. Wat wil die nog meer? Wat wil je? De hoge priesteres. Oké. Dit kan jij zijn. Oké. De hoge priesteres, ja, mysterieus. Bepaalde geheimen. Onderzoek doen. Onderzoek doen. Ja, kijk dan. Communiceren. Kijk dan, drie dames. Vier zelfs. Ja, uit tweestrijd komen. En ja, de negen van pentakels zie ik echt als jou. Dus de hoge priesteres en de negen van pentakels. Ik heb het gevoel dat hij het liefst zou willen dat eigenlijk hij zijn hart weer gaat openen. Dus dat hij niet vast blijft zitten, maar een keuze wil gaan maken om dus vooruit te gaan. En ja, dit is natuurlijk een singlekaart, maar ik heb het gevoel, omdat hier natuurlijk de negen van pentakels ligt, dat jij deze energie bent. Dus jou eigenlijk iets aanreiken en communiceren. Ik heb hier allemaal dames liggen, hoe bijzonder is dat? Dus hij wil, wat hij eigenlijk het liefste wil, is communiceren waarom die waarschijnlijk vast zit. En wat wil hij communiceren? Oeps, wauw. Ja, kijk. Heel veel. Ja, 9 van staven, kijk dan. Ik ga even terug. De aas van cups zag ik. En de 8 van zwaarden. Maar ik wil eigenlijk 1 kaart. De Knight of Pentacles. Langzaam en gestaagde stabiliteit creëren. Dus een plannetje bedenken. Dit is niet iemand die zomaar iets doet. Dus hij plant iets om weer te communiceren. En de 3 van staven, ja, en om een stap te nemen eigenlijk. Al zit hij wel nog met keuzes, lijkt het wel. Ja, de temperance, balans, reinheid, geduld. Divine timing ook. Dus hij is niet tevreden, de 4 van cups. Dus hij wil eigenlijk een soort van balans creëren. En een stapje maken eigenlijk. Alleen, de ster, kijk dan. Dus hij wil dit heel graag weer manifesteren. Dat is tevens ook zijn angst, hè. Maar en iets aanreiken. Maar ja, gaat hij nog actie ondernemen? Ik zie wel die natuurlijk die 8 van straat. Dat is wat hij wil. Maar gaat hij dat ook doen? Oeps. Nine of cups. Ja,
kijk. Oeps. Ja. Wat ik voel, de 8 van cups, is dat hij iets gaat loslaten. Ik weet niet wat. Dat kunnen meerdere opties zijn. Want ik heb hier de 7 en dan de 8. Dus hij wil bepaalde situaties eigenlijk achter zich laten. Dapper een stap eigenlijk nemen. Ik voel het niet dat hij weg wil gaan van een connectie. Maar meer uit situaties wat voor hem niet meer dient. En dan heb ik hier de Knight of Wands. Ja, passie, avontuur. Dus actie, snelle actie. Dit is wel avontuur, dat zeg ik wel. En dan heb ik hier de 6 van staven. Weer actie, avontuur. Dus gaat hij nog een stap nemen? Ja, dat kan heel snel gaan ineens. Dus, maar hij is eerst nog bezig om ergens vandaan te gaan. Dus onzekerheid waarschijnlijk, want ik zie hier die maan. Dus het kan zijn dat hij bepaalde onzekerheden wil loslaten. Iets wat niet meer dient, emotioneel, of de personen of iets anders. Dapper een stap nemen, want dat betekent het vaak wel. En dan zie ik weer passie, avontuur, berichtjes, snelle movement. En ja, de 6 van staven zegt ook al iets over victory. Hè? Dus, communiceren, passie, passioneel. En de 9 of cups, ja. En de 6 van pentakels is dus een soort van balans creëren. En de duivel verslaan is wat ik hier zie. Oké. Oké. Hoe ga jij daarop reageren? Wat is jouw reactie daarop? De 6, het duurt jou te lang. Jij wilt wel groeien. Maar je hebt zoiets, ja, schiet dan maar op. Ik sta hier met mijn glitter, ik wil groeien. Ja, de Knight of Pentacles. Ja, je wil uit conflict komen. Je wil een conflict oplossen. Dus hoe jij erop reageert, want hij lag andersom. Dus er is een conflict geweest, is wat ik zie. Maar eigenlijk wacht je zo van, nou ja, ik wil dit uitspreken. Dus hoe jij erop gaat reageren van, ik wil erover praten. Ik wil een completion krijgen. Ik wil een bevrijding vinden. Ik wil, ook al is er een afstand, ik wil communiceren. Want het is een communicatiekaart ook. Via online of noem het maar. Maar ik wil dingen oplossen. Dus ik wil een completion in deze connectie. Ik wil op één lijn komen met jou. En daardoor eigenlijk een soort van gerust gevoel. Ja, en dan samen weer bouwen. De 7 en de 8. Dus ja, samenwerken. Karma of iets anders. Maakt niet uit. Maar jij wil een conflict oplossen. Is wat ik zie. Oké, wat mag ik nog van dit deck ontvangen? Moving, oké. Kan zijn dat iemand van richting verandert. Voor sommigen kan het zijn een huis. Denial. Not facing the truth. Ja, dus iemand die wil de waarheid eigenlijk niet zien. Die draagt een masker of een zonnebril. Die wil eigenlijk niet de situatie zien zoals die is. Single, current situation available. Dus wat ik voel is dat hij of jij op dit moment wel weer beschikbaar is. Dus waarschijnlijk is er iets geweest dat er iets was met een derde partij. Maar wat ik voel, want single kaart, dat is zeg maar normaal natuurlijk single. Maar hier staat eigenlijk dat de situatie eigenlijk open staat om dus weer eigenlijk ja, iets aan te gaan. Ja, kijk. Searching, looking online. En ja, Angel Michael, protection, preventing, ja, yeah. Divine intervention, dus ja, yeah. Dit wordt ook begeleid, dus alles in divine timing, wanneer de tijd daar is, nog één kaart graag. Drama Queen, oké. Kan dus in het verleden dus iets zijn geweest dat iemand zich zo gedroeg. Als een drama queen. Er is iets wat chaotischiteit heeft opgeleverd. Of dit in jouw situatie of bij jullie. Misschien was er iets wat tot chaos heeft gebracht. Of in ieder geval tot drama. Divine feminine heb ik hier. Dus het kan heel goed zijn dat er iets is met jou. Of ja, ik moet eerlijk zijn dat er drama is ontstaan.
Ja, en ik heb hier ook nog een realization, dus awareness. Dus er komt iets tot het licht. Het kan zijn dat er een realisatie is geweest, dat er daardoor een soort van drama is ontstaan. Het kan zijn dat je ergens achter bent gekomen, dat daardoor eigenlijk een soort van drama door is ontstaan. Oké. Maar ik heb het gevoel dat je dat dus eigenlijk wil bespreken. Of dat je dat wil verklaren. En dat je ja, dat een conflict eigenlijk wil oplossen met hem. Wat dat ook mag zijn. Hè? Ik ga eens kijken wat ik nog van dit deck mag ontvangen. Ja, yeah, you triggered me. Je hebt me getriggerd. Wat mag ik ontvangen? Ja, het leven is hopeloos en donker zonder jou. Ik mis je licht. En op dit moment kan ik je nog niks beloven, dus ja. Ja, en ik kan niet stoppen met denken aan jou. Ja, hoe vaak heb ik niet. Ik ben beter met mijn hoofd dan met mijn hart. En ik ben bang om je te verliezen. Ja, hij snapt het soms niet. Hoe dan? Wat is dat toch steeds? Ja, en iedereen, je bent zo anders als iedereen om mij heen. Waarom snapt hij dat ook niet? Ja, waarom kan ik jou de waarheid niet vertellen? Hij kijkt tegen je op. Ik wou dat ik zo kon zijn als jij. Want jij bent heel erg ook wel... Hij is ook wel goed bezig hoor. Hij vertoont soms sneaky gedrag. Hij loopt weg. Hij loopt weg van zijn... passief van zijn, wat hij graag wil. Al zie ik dus wel actie. Dus ik zie wel actie en balans. Maar, en die wensen natuurlijk. En wanneer dat zal zijn, dat weet ik natuurlijk niet. Hè? Maar hij is heel bang om jou kwijt te raken. Dat sowieso. En ja, ik zie dat jij heel goed bezig bent. Je bent natuurlijk, je gaat verder en je houdt je ook vast. Hè? Dus hij kan soms geen hoogte van je krijgen. Ook met de hoge priesteres natuurlijk. Dit is iemand die is natuurlijk heel wijs, die is spiritueel. Die weet heel veel, die voelt heel veel. Maar zegt soms niet wat ze denkt of voelt. En daardoor raakt hij ook een beetje in de zenuwen van... Ja, wat voelt zij nou eigenlijk? Wat gaat er in haar om? En daardoor schiet hij ook in een soort van... Ja, wat moet ik hiermee? Raakt hij ook een soort van onzeker. Ja, drama, zie. Dus er is drama geweest. En ja, sexual desire, echt. Ja. Dat zag ik natuurlijk al. Oké. Wat zegt spirit nog meer? Wat gaat er gebeuren? Als ik dit allemaal heb, die energie, wat... kunnen we verwachten. Ja, de 6 van cups. Kijk dan. Ja, je hebt een zielscontract, zegt Spirit. En het kan heel goed zijn dat er een excuus wordt gedaan. Iemand heeft het licht gezien. Kijk, iemand heeft zich eenzaam gevoeld. Heeft zich opgesloten. Iemand heeft zielsonderzoek gedaan. Of het was de bedoeling. Ja, heeft zich wel alleen gevoeld. Of jij, beide. 6 van cups. De toren kan heel plotseling gebeuren. Ja, de 8 van cups, van de 6 naar de 8. Ja, dus emotioneel ergens vandaan gaan. Conflict zag ik oplossen. Ja, justice, karma. Dus er wordt een soort van uitspraak gedaan. Zodra iemand ergens vandaan loopt, wat niet meer dient,
Kan het zijn dat er bepaalde karma wordt uitgewerkt? Oeps, ik ga ze even allemaal terug in zo iets te veel. Mag ik nog niet over die justice? Over die acht van staken of bekers? Wat is dat? Daar loopt iemand van weg. De ster, 10 van zwaarden. Ja, iemand laat iets achter. Zie, iemand die voelde betrayal. Iemand is in zijn rug gestoken. Dus het kan zijn dat iemand dat los gaat laten. En dan zie ik de ster. Dus oude karma, oude pijn. En de ster is, legt natuurlijk wat hij wil. Is de ster. Dus ja, heling. Dus iemand loopt weg van iets wat pijn heeft gedaan. Dus van oude pijn, van oude karma. Even weten over die justice-kaart. Ja, een nieuwe cycle. En de lovers, kijk dan. Nieuwe cycle wordt gestart. Oeps. De 3 van cups, ja, samenkomen. Conflict oplossen. Iemand is er nog niet klaar mee, is wat ik zie. Temperance, ja. Dus het wiel wordt omgedraaid. Dat kan beide kanten op, hè. Maar ik zie wel een soort van samenkomen. Dus Spirit zegt, het kan heel goed zijn dat er binnenkort weer een berichtje komt. Of dat er iets is waarbij iemand iets weer wil gaan doen. Kan ook voor third party staan, maar dat voel ik eigenlijk niet. Ik voel meer dat het iets is dat er weer iets, ja, dat er vrolijkheid komt. Dat er weer gesproken wordt, dat er weer iets wordt gedronken en iets wordt besproken. Ja, weer toch weer de lovers. Oké, dus ja, iemand loopt ergens vandaan. En dat is dus van karma, van pijn, van betrayal, van wonden. Op weg eigenlijk naar de ster. Karma wordt uitgewerkt en daarmee wordt het wiel eigenlijk weer vooruitgewerkt. Dus een nieuwe cycle, een nieuwe start. En dan zie ik weer dus een samenkomen. Iets vieren. Met iemand uit je verleden, ja, dit is natuurlijk de innerlijke kindkaart ook, hè. Dus iemand, Spirit zegt, er wordt weer iets aangereikt. Iets uit het verleden wordt weer naar voren gebracht. Nadat iemand dus wegloopt, oude pijn loslaat en op weg naar de sterheling. Dus er komt heling aan. En daarna wordt het wiel weer vooruitgewerkt, zodat er weer een samenkomen kan komen. Is wat ik zie, oké. Wat zijn nog de geheime gedachten? Ik word een beter persoon. Ja, ik wil me vertellen hoe ik me voel. En ik stort me op het werk om jou te vergeten. Ik voel jou overal, ook al zijn we niet bij elkaar. En ik blijf wakker soms om aan jou te denken. En dat zag ik natuurlijk al, hè? En dat doe jij waarschijnlijk ook. En ja, mijn leven is niet meer zoals het was. En ik weet dat ik degene was die jou pijn heeft gedaan. Het ligt hier ook, hè. Maar hij heeft ook pijn, zeker weten. En ik wacht op een sign. Kijk dan, hier. Maar ik denk dat hij iets heeft, of jullie hebben iets van elkaar. Maar ik denk dat hij weer een ingang zoekt. Hij is natuurlijk bang, hè? Want hij is bang om te creëren. Maar ik heb het gevoel dat als hij het ziet, dat hij toch weer contact gaat opnemen. En ik weet dat ik met jou op één lijn zit. En ja, het was mijn schuld. Alleen ik heb jou het gevoel gegeven dat jij er iets aan kon doen. En ja, je kwam dichterbij dan ooit iemand heeft gedaan. En ik hou van jou, wauw. Ik ga ook nog eens kijken wat ik van dit deck mag ontvangen. Het laatste nog. Bezinning. Geef elkaar op dit moment wat ruimte. Dus doe dat ook, hè. Blijf ook gewoon doorgroeien. Blijf je eigen pad ook gaan.
Ja, kijk dan. Ik denk op dit moment aan je. Ik hou van je. Wauw. Seksuele eenwording. Oh jee. Heb eerbied voor dat plekje in elkaar waar jullie één zijn. Ja, kijk. Iemand die fantaseert daarover. Of beide. Alleen liefde zal je vrijmaken. Laat al het oude los. En sta liefde toe in je leven. Dus ja. Iemand zou echt burdens mogen loslaten. Betrayal, oude karma stukjes. En dat kan zijn dat jullie daar beide in zitten. En ik, liefde in overvloed. Er komt heel veel liefde op je pad. Laat haar toe. Ja, en evenwicht. Door een goede relatie word je ondersteund en uitgedaagd. En ik heb hier nog omhelzing. Door middel van een ander vind je de onderbrekende delen in jezelf. Kijk, yin yang. Ja. Dit is het. Misschien kan ik nog een kaart voor de vrouwelijke energie pakken. Voor het innerlijke kind. Kan ook voor de man zijn hoor. Maar eens kijken wat kan ik nog meegeven. Ja, blijf eerlijk naar wie je bent. Hè? Dus Veer wil nat stapje van shining. Dus blijf shine. Hè? Want dat kan de koningin van staven. Die laat haar zelf zien. Die is gepassioneerd. Als zij binnenkomt, komt er iemand binnen. Blijf dat ook doen. Hè? Shine bright like a diamond. En ja, laat jezelf zien. En ja, every part of your being is deserved to love. Dus zelfliefde. Hè? Dus hou van jezelf. Laat jezelf zien. Elk deel, ook al ben je er niet tevreden mee, dat is iets van jezelf. Iedereen mag er zijn op zijn of haar manier. En ja, wees daar ook dankbaar voor. Jij bent wie je bent. En dat ziet die persoon ook. En dat waardeert hij ook heel erg hoor. Dat weet ik zeker. En ja, er is hoop onderweg. Dus blijf ook positief. Dat is heel belangrijk. Nou, hij was weer heel erg lang. Mocht je dit leuk vinden of heb je hier iets aan gehad, abonneer, like, deel. Druk op de rode abonneerknop als je mee wilt doen met de basisreading. En dan hoop ik je natuurlijk snel weer te zien. Oké, doeg!